In Noordwijkerhout ontvangt VVSB Jong Sparta, dat voor de gelegenheid in witte broeken speelt. De eerste helft was te slecht om uit te zenden. In de 8e minuut na rust dit schot van Haroui, de aanvoerder van Jong Sparta. Hekkensluiter in de tweede divisie met 6 punten uit 11 wedstrijden. VVSB staat er op de 13e plaats ook niet best voor. Verloor de laatste twee wedstrijden en scoorde daarin niet. Het scoort sowieso moeilijk dit seizoen. Fekunda probeert het maar eens. Het is tekenend dat de rechtsback van VVSB voor gevaar moet zorgen. Bij de ploeg uit Noordwijkerhout staan maar twee spelers in de basis die dit seizoen een doelpunt gemaakt hebben. Josic, dat is geen beste aanname. Na de slechte uittrap ook van doelman Valk. Haroui, Haroui en de 0-1. Jong Sparta op voorsprong. De ploeg die dit seizoen alleen uit bij IJsselmeervogels een punt pakte. En alle andere wedstrijden verloor. Krijgt het doelpunt cadeau van VVSB. Aanvoerder Haroui maakt zijn tweede van het seizoen. Dit is opnieuw Haroui. Veel, zo niet alles bij Jong Sparta draait om hem. De combinatie met Bourras. Geen buitenspel en het is 2-0. VVSB staat niet op tweede divisieniveau te verdedigen. Laten we het zo voorzichtig maar uitdrukken. En Jong Sparta profiteert optimaal. In de slotfase de vrije schop van VVSB. Levert dit dan nog wat op? Zwart brengt de bal de 16 in. Dan een appel voor Hens van Breedijk. Maar dat appel is net zo mat als het spel van VVSB. En de nederlaag van de ploeg uit Noordwijkerhout is terecht. Jong Sparta wint bij VVSB.